Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Ultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, hoe waren de kermissen in Rotterdam en in Breda? We zijn natuurlijk naar twee kermissen geweest. Eén op zaterdag, één op zondag. Ik dacht eerst dat het in de vorige vlog kon je horen dat ik vrijdag en zaterdag zei, want dat was eigenlijk de bedoeling, maar... Nee, het is zaterdag en zondag geworden. Dat is eigenlijk veel makkelijker. Dus hoe zijn de kermissen geweest? Te beginnen in Rotterdam, mijn thuisstad natuurlijk. Samen met Ger en Ricardo. Het was een hele leuke kermis. Rotterdam is mij echt meegevallen. Het was echt een super kermis. Later op de avond vond ik het drukker worden. En toen was het minder gezellig, toen ben ik maar naar huis gegaan, want ik... toch zijn we daar heel lang geweest. De breakdance was er, het was echt een hele leuke kermis. Ik ben blij dat ik geweest ben. Het was echt een top kermis, jongens. Rotterdam, super. Ja, dat ben ik ook niet anders gewend van mijn stadje natuurlijk. Dat moet gewoon helemaal tip-top zijn. En dat was het ook best wel op de avond na... was het al een hele leuke kermis, was het. En het was goed te doen, dus... laat even in de comments achter of dat jij ook in Rotterdam geweest bent naar de kermis. Want het was echt een leuke kermis. Als jullie niet geweest zijn, dan heb je echt wat gemist. Want het was echt een super kermis. Daarna zijn we naar Breda gegaan. En daar ging ik heen met Ricardo en met Kevin. En... hoe was de kermis in Breda? Super. Ik vond het echt een hele leuke kermis, ook Breda. Ik heb echt twee hele leuke kermissen gedaan afgelopen weekend. Breda was ook echt super. De twee lievertjes van mij, die waren er. Hè? De Chaos en de Reactor, die was er. Dus super. Hartstikke leuke kermis. Breda... Top kermis, ondanks dat ik nooit echt heel erg positief ben over de stad Breda. Want ik ben niet zo, ik heb het niet zo op Breda. Ik heb het meer op Tilburg, dat vind ik een leukere stad dan Breda. Maar Breda was echt een goede kermis, een leuke kermis. En super, was hartstikke leuk, was hartstikke tof. Dus zeker weten voor herhaling vatbaar als die volgend jaar weer komt. Daar ga ik er zeker weten weer heen. Want het was echt een leuke kermis. Nou, inmiddels weer twee kermissen gehad. Als het goed is, aankomend weekend ga ik er maar eentje doen. En die week erop ga ik er ook eentje doen. En daar weet ik al de datums van. Daar weet ik al wat voor kermis het wordt. Maar ik ga lekker nog niet vertellen wanneer. Ik ga nog niet vertellen lekker wat het is. Ik ga het niet vertellen, ik ga het jullie natuurlijk lekker in spanning houden wat de volgende kermis wordt. Maar er komen in ieder geval sowieso nog 2 à 3 kermissen komen eraan. Ik weet niet wanneer het einde van het seizoen is, ik moet nog even met Ger overleggen. Want volgens mij is het al een heel klein beetje op die 3 na, is het eigenlijk al een klein beetje weer gebeurd voor dit jaar, hè. Dan hebben we eigenlijk alweer een kermisseizoen weer achter de rug. Kermisseizoen 2021 was echt een hele lange kermisseizoen. Ik heb nog nooit zoveel kermissen gedaan in 1 jaar tijd. Het was echt... het waren echt ontzettend veel, maar ook echt hele leuke kermissen. Oké, er zaten wat mindere kermissen bij. Maar er waren ook echt hele super goede kermissen natuurlijk. Tilburg was heel erg leuk. Eindhoven was super. Die staat eigenlijk op de eerste en tweede plaats gedeeld met Nijmegen. Ik moet nog uitvogelen wat nummer 1 en nummer 2 gaat worden. Maar dat kunnen jullie binnenkort dus zien in een top zoveel van kermissen van dit jaar. Ik ga nog een speciale vlog maken met... het kermisseizoen van 2021, welke kermis staat op welke plek? Voor de rest, echt hele leuke kermis gedaan. Uden gedaan, Os gedaan, Rijswijk gehad, Voorburg gehad, Voorhout gehad, Sassenheim gehad. Ja, echt, we hebben er echt ontzettend veel gedaan dit jaar. En
Ja, het was echt een kermisseizoen om nooit meer te vergeten. Ik vond dit echt wel een super kermisseizoen. Een van de mooiste kermisseizoenen die ik tot nu toe gedraaid heb. Met echt heel veel hoogtepunten qua kermissen. En ja, het was echt super gezellig. Echt een hele toffe, leuke, gezellige avond nog gehad. En ik zal het wel missen als het kermisseizoen weer voorbij is. Maar ja, dat is altijd zo. Volgend jaar in ieder geval gaan wij zeker weten weer naar de kermis. En volgend jaar gaan we gewoon weer een nieuwe, gaan we gewoon weer een nieuw kermisseizoen draaien. Met, ik hoop, alle vaste jongens die er dit jaar weer bij waren. Dat zijn natuurlijk Ger, Ricardo, Joost en Kevin. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als eerste, als er weer een nieuwe video of livestream is. En als je die notificatie dus aandrukt, mis je dus niks op mijn kanaal. Dus zeker weten dat notificatiebelletje indrukken. En zeker weten abonneren op It's Ultrex. Nou, ik zou zeggen, de groetjes van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Oi!